Een goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is alweer 2 uur geweest, 2:04. Maar ik wens jullie als eerste een welkom bij een nieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. En ik wens jullie een hele fijne dag toe. En er wil er sowieso er één erin, dat kan dat. Ook Frodo wil erin, dus allemaal weer binnen. Hé, kerel, wat zeg je ervan? Wat zeg je ervan? Hé? Wat zeg je ervan? Zeg je niks? Nou, wie zegt er wat? Dat is Gandalf, hè? Een eeuw in, moet jij nog wat zeggen? Nee, ja. Nee. Maar in ieder geval, ik was vanochtend niet vooruit te branden. Ik zie mezelf niet. Zo, ik was vanochtend niet vooruit te branden. Zo beroerd als een hond. Afgelopen nacht niet kunnen slapen. Vanwege dat mijn maag even omhoog kwam. Ja, en ik de emmer erbij moest pakken. Nou, dat is niet leuk en dan kan je niet in slaap komen. Dus ik heb Carmen vanochtend vroeg, rond 8:00 al afgeëpt. Van, blijf maar lekker weg. Want ik blijf op mijn bed. Totdat ik zeg dat het weer aardig goed gaat. Maar het gaat nog niet, maar ik ben er wel uit. Maar ja... Die maag die is helemaal overstuur en ik denk dat het allemaal door de griep komt. Ik heb ook knallende hoofdpijn. En ik denk dat het allemaal door die griep komt die er heerst. Hè? Het is op en neer. Je hoort meerdere mensen klagen. De ene keer voelen ze hun goed en dan kunnen ze de hele wereld aan. En de andere keer leggen ze weer op bed. Ja, heel vreemd. Maar ja, wat wil je met dit weer? Door de magnetron zie ik kindertjes aan de overkant staan bij het parkeerterrein. Ook leuk, ja, laat ik jullie niet zien, want je mag geen kinderen filmen, hè? Maar kijk, mits het per ongeluk is, of als ik op de booster zit, dan ga ik er zo vlug langs en dan zie je die kopjes uit, haast niet, maar dit doe ik nou niet. Ja, dat, nee, mag niet. Hé, ja, jou mag ik wel filmen, hè, Gandalfie? Ja. Als er nou iemand langs mijn raam loopt, is het hun probleem, hè? Ja. Ze weten dat ik film. Het staat met grote letters erop. Jij, oh, kusje. Hé, ja, nou, oh, krijg ik een pootje. Oh, wat fijn. Hé, ja, oh, wat fijn. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Ik ga een bakje koffie maken en we zien wel hoe de dag gaat. Ik heb wel de videopad weer klaargezet om nog de laatste film die ik klaar heb staan om dat te renderen. Dan kan die ook nog naar YouTube. Nou ja, en ik ben gisteren vergeten af te sluiten gisteravond. Dus ja, nou weer 2 dagen bij elkaar. Ja, en dan zet ik dat ook weer op... Op mijn bureaublad kijk daar ook mee aan de gang, ja toch? En dan maar weer een paar dagen even niks. Ik zie wel, ik bedoel, jullie weten er nog van, het staat er ook onderin, onder mijn vlog, in dat stukje waar ik eens schrijven kan, staat het er ook wat er aan de hand is met mij. Ja. Dus lees dat even, dan weten jullie ervan. Dat er niet dagelijks wat kan komen. Mits ik genoeg materiaal heb, dan is er weer even wat. En als ik met de Copro weg ben geweest, is er ook weer even wat. Maar voor de rest rustig aan. Breekt het lijntje ook niet. Ik ga voor. Dan pas het vloggen. Ja toch? Ik bedoel maar. Nou, geniet van alles. Doei doei. Ja, goedemiddag lieve vrienden. Ik ben er weer eventjes. Ik kom net van buiten. Ik heb Frodo's wc'tje even. Dat was mijn telefoon van mijn spel. Maar ik ben niet eens niet aan het spelen, maar ik krijg meldingen binnen ervan. Wat zei ik nou? Oh ja, Frodo's wc even schoongemaakt. Want ja, dat moet toch ook gebeuren. Ziek of niet ziek, je moet dat doen. Punt. Geen zin in narigheid met de buren, dus eventjes gedaan. En dat is weer netjes en opgeruimd. Dan moet ik morgen maar aan Jack Verzerlo van mijn begeleider eventjes vragen of hij de boel even een keer weer aan wil vegen.
Ik heb net Sandra gehad. Maar wat ik jullie heb vergeten. Nee, dat heb ik wel gedaan. Dat ik een nieuw armbandje had gekocht. Met een speciale steen. Ja, nou, ze zag het doosje staan en zei je dan zo brutaal om dat doosje te openen. Kijken wat erin zit. Nou, er zat niks in, dan enkel dat briefje. Hij is aandachtig gelezen. Toen zei ik, ja, ik heb hem om. Nou, ze zegt, ik hoop dat hij inderdaad voor jou werkt. Nou, ja, laten we het hopen. Momenteel dus nog niet. Maar ja, ik heb hem nog maar kort. Hè. Hij moet natuurlijk eerst dan wel zijn werk kunnen gaan doen. Als het al inderdaad waar is wat er op dat briefje staat. En ik ben bezig met renderen. En ik ben bezig een plaatje aan het maken. Dus ja, ik ben met Frans en nog wat tegelijk bezig. Er staat een klein beetje afwas. Niet noemenswaardig om dat in een vaatwasje te stoppen. Nou, en er staat wat van eeuwen in de week. Nou, dat gebruik ik steeds weer. Dus ja, dat moet eventjes weer schoon water erin. Hoppata. Nou, en als dat nou alles is wat in de afwasmachine moet, nou, dat is niet heel toch. En dit is ook van eeuwen in, er staat nog wat onder. Maar ja, die meneer die is binnen. En als ik haar eten geef, dan moet hij of achter de deur of naar buiten. Maar hij wil niet naar buiten. Het is hem denk ik te koud. Het is ook triest. Het is grijs. Het is bewolkt de hele dag al. Het is dicht. Ja, het is echt dicht hier al. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar hier is alles dicht. Het is geen prettig weer. Ook al zou je gezond van lijf en leden zijn, dan blijf je liever binnen zitten. Wat jou, kerel? Hé, hey. Wat jou, kerel? Ja, maar oké, lieve vrienden, dat, ja, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Het is lekker donker, hè, al. Ja, hoe laat leven we, weet ik niet eens. Even weer naar de koelkast draaien, dan wordt het hopelijk wel weer licht. Nou, nee, wil niet. Wil niet echt, en net was het nog licht. Dom, hè? Ja. Ik ga naar de witte achtergrond zitten, maar helpt niet. Lig hier aan? Wow. Helpt ook niet echt. Ja, komt omdat... ja, overleg maar mijn bril. Nee, ook niet. Nou ja, het is 16:51, dus wat wil je? Het is bijna 5 uur. Ja, en de Tiet Holtgens schoft op zijn vries, hè. Oftewel, de tijd houdt geen schaft. Wij mensen wel. Maar oké, geniet van alles. En tot strakjes. Ja, het is dus weer etenstijd. Dat de diertjes die zitten weer lekker te smullen en te doen. Hé, Frodo? Nou, ik kan al zit natuurlijk achter de deur vanwege het stelen en het ruizen van anderen. En dit gaat perfect zo. Dat ik ga ook straks lekker eten klaarmaken. Ik heb de pan alweer uit de koelkast gepakt. Het is eigenlijk op een bord doen en in de magnetron. Lekker. Pak ik er nog een eitje erbij. En dan is het ook weer klaar. Ja. En dan gaan we lekker genieten van de avond. Ik was vanmiddag aan het renderen, dat weten jullie. Nou is het bezig om op YouTube te komen. Dus we wachten het af. Nou kan ik verder helemaal niks doen. Want het vergt te veel. Ik heb heel veel problemen met het internet. En dat komt mede dankzij mijn computer. Zo'n lief die zei nee. Komt door uw profiler. Maar mijn computer die is het aan het begeven. Dus het ligt niet alleen aan de profiler. Want dan zou Karin dat ook hebben. En we hebben het allebei hetzelfde. Allebei hetzelfde pakket, etcetera, etcetera, noem maar op. Zij heeft nergens geen problemen mee en ik wel. Rara, hoe kan dat? Ja. Hij staat ook weer stil. Ja, gaat goed hier in mijn huis. Oh. Kijk, dat groene liggie. Er staat een stil. En dan haal ik de stekker er even uit. En dan doe ik hem er weer in. En dan gaat hij weer knipperen. En dan wordt hij daar straks ook weer goed, hopelijk. Ja, zie je wel. En dan kan hij gewoon weer rustig verder gaan. Hij zal niet stoppen. Nee, gelukkig niet. Ik moet even links. Even mijn andere hand. Zo, dus 5% is die gedaan. Nou, ik heb hem er ook maar net op. Dus
Ik hou het wel in de gaten. Ik vlieg er ook iedere keer heen wanneer het met internet even minder gaat. En dan help ik hem weer even. En dus, nou die zitten, oh die smullen zo, oh die, oh happy, 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 happy. Happy, happy, happy. Oeh, lekker, lekker. Hé, kerel. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En voordat ik het al vergeet, ik wens jullie nou al een gezegende nachtrust toe. Lekker slapen, morgen gezond weer op. En wees lief voor elkaar, meer kan ik niet zeggen. Nee, gewoon lief zijn voor elkaar, naar elkaar, met elkaar. Ja, en je hebt namelijk eenmaal personen ertussen zitten. Die niet lief willen wezen voor een ander. Ja, die je een trap nageven in je rug of zo. Als je, vooral als het om iemand gaat die niet meer lang te leven heeft. Ik noem geen namen. Nee, doe ik niet. Maar degene waar ik het over heb, die weet het wel. Ja, ja. En die is nou ook kwaad op mij, die is kwaad op Karin. Moeten ze zelf weten, maar diegene moet eerst maar eens even nadenken. Als diegene het zelf heeft, ja. Als ze zelf wat markeren, dan zijn ze zo zielig allemaal. Maar oh wee als het om een ander gaat. Waar blijft dan je mentaliteit, je respect, je normen en waarden? Maar die hebben ze dan denk ik overboord gegooid in de loop der jaren. Omdat ze hun eigen levenspad zijn opgegaan. Die dan zo goed moet zijn. Nou, zo goed vind ik dat levenspad niet. Nee, dat is namelijk een kromme levenspad. Vol met bochten. Ik blijf liever recht doorgaan. Kijk naar voren, niet naar achteren. Ja, en dat doet diegene denk ik wel. Maar oké, dat bakje gaat door de kamer in. Kijk. Ik zal hem terugschuiven. Tjoeka, 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 tjoeka. Tjoeka, 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 tjoeka. Zo. Dus ja, oké, lieve vrienden. Dus nogmaals, geniet van alles met wat jullie doen gaan. En tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik ben toch weer even gekomen. Want ik hoor net op het nieuws dat we weer een supermaan hebben. Voor de tweede keer een jaar. Tenminste, voor weet ik veel, ja, zoiets, zei ze. Maar hij is nou super, super groot. Ik heb even gekeken en ik hoop dat ik het met de camera ook kan bekijken voor jullie. Dus ja, dan loop ik ook nog hinkepinkie te doen. Wat niet moet. Maar ik denk dat ik... Zo, hier is mijn zoon naar buiten. Ewie moet binnen blijven, die mag niet naar buiten. En ik hoor een heli. En ze zijn weer het beste aan het vliegen. Echt, hij is zo gaaf. Even omdraaien. Ik heb even nog ingezoomd. Maar zoals wanneer ik niet inzoom, dan zie je hem. En hoor, ik weet niet of jullie de helikopter horen. Ik zal stil zijn. Mooi, hè? Hij is echt groot, hoor. Ja, hij is echt heel groot. Moet ik een klepje weer vinden, zo. Ja, ik sta nog buiten en ik vind het niet warm. Dus ik ga weer naar binnen. En ik zal hem in de gaten houden. Zo, ik weet niet of jullie die heli hebben gehoord. Misschien was die natuurlijk niet. En weet je... Die maan die geeft me toch een soortje licht om het huis heen van mijn buffy. Oh, echt. Helemaal om de schoorsteen heen. Maar ja, oké, GTS-T gaat beginnen, dus ik ga GTS-T kijken. Ik zeg, doei doei.
Nou, helaas, lieve vrienden, ging de maan achter de wolken schuil, dus die kon ik voor jullie niet meer in de gaten houden. Misschien bij jullie zelf wel, ik weet niet hoe het bij jullie was met de bewolking, maar hier helaas hadden we pech. Dus ja, ik wens jullie alsnog wel weer even opnieuw een welterusten toe. Ik had het al eerder gedaan, maar dat was voordat ik die van die maan het wist. Dus welterusten, slaap lekker en tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!